Hey, goedemorgen. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe dagvlog. Het is vandaag zondag 9 juli. Ik zou vanochtend eigenlijk op kraamvisite bij Natasja, want haar baby'tje is geboren. Maar het gaat helaas niet door, want ze had de hele nacht wakker gelegen door dat Rieve haar baby'tje dus de hele nacht heeft gehuild. Dus we doen het lekker even een andere keer. Ramon heeft hier weer gezellig geslapen. Hey. Hey Bobje. We hebben echt een planning vandaag. Het is zondag. Het begint echt een hele leuke dag gehad. Want we gingen met vrienden gingen we varen en naar het terras. Nemen jullie mee? Ja, voor de zekerheid. Vast, we zullen ook gewoon handdoeken en zo meenemen vast. Ja. Zullen we nooit in één keer doorgaan. We zijn gisteren zeg maar gaan varen met vrienden. Wat hebben we daarvoor eigenlijk gedaan? Kut, we hebben met zin die handdoek hier neergelegd. Oh. En mijn moeder toch in de was gegooid. Maar. Oh ja, daarvoor zijn we naar het strand geweest. Toen zijn we lekker naar gaan varen met vrienden. En daarna zijn we de klas op gegaan. Daarna nog naar de casino. Casino is niet goed gegaan. Casino hebben we alleen maar geld verloren. Nee. Niks voor ons. Ik snap er helemaal niks van. Maar Francisca ging wel goed. Maar uiteindelijk heeft ze ook alles weer, je moeder is weer back. Opgegokt. Wow, Joost, het is back. Wij hebben nu echt een telling. We gaan even ergens een broodje carpaccio eten. We hopen bij Stek. Maar Stek is zeg maar wel een heel leuk restaurantje aan het water. Hoor. Dus ik denk dat het vol zit. Maar we geven het een kans. Want het zit daar wel echt een van. Ja, ik vind het wel gewoon de leukste plekjes als het maar weer is. Jij hebt ook een nieuwe. Dus bij de grote wielen. Ja, dat is geen tip van mij hoor. Hoe is dat? Omdat ik heb toen een keer gegeten. Ik heb van mijn zus. En ik vond even drinken tegenvallen. Maar het blijkt dat het daar super leuk zit. Snap je? Mm-hmm. We gaan gewoon lekker kijken. Voor eten. Ja, dat hebben we maar. We gaan lekker naar Stek en daarna gaan we heel misschien bootje varen met gezin gaan boren. Ik hoop dat het doorgaat. En vanavond even wat eten en dan in de avond gaan we naar Joyride, naar die film. Helemaal zin in. Ik was ook uitgenodigd voor de première vorige week dinsdag, maar ja, het is helemaal in Utrecht. En voor één avondje helemaal Utrecht op meneer vond ik een beetje te gek. Wat ik wel jammer vind, want ik vond het wel echt super leuk laatst bij een première van Fast and the Furious. Zeg het goed? Ja. Maar ja, dat was in Amsterdam. Dat is ook ver, maar het was nog te doen. Snap je? En dit vond ik wat te ver. Dus ik heb het niet gedaan. Maar misschien dat ik de volgende keer er wel bij ben. Wij gaan naar. Hebben ze dat gezegd? Ja, dus. Ze zegt. We kunnen nog varen, maar dan moet de boot eerst even klaarmaken. Dus gaan we voor lunch en daarna voor mij. Oh, wat goed. We gaan varen! Yee! Fucking leuk. Nou, we zijn bij Francisca. En Francisca heeft blijkbaar zelf ook gewoon een bootje. Dus wij gisteren moeilijk doen met Greenjoy. Hoeft helemaal niet. We hebben Francis gewoon. Ja, dat past er echt niet met zijn Oké, dat is waar. Sessen in. Kan, maar niet comfortabel. Nee. Nee, wel lekker even. Het gaat wel elk moment staan dat het gaat regenen en zo, maar tot die tijd zijn wij loesoe. Ja. Lekt hij dan of zo of niet? Nee, hij lekt niet. Alleen. Zeg maar. Gaan we! Nee. Kijk, helemaal zo'n lekker plekje hier. Om te chillen. En de dakko is ook mee. Maya! Cute! Ik zet het hele land ook op mijn handje. Ja. Gewoon schelen toch? Oké, we zijn dus eventjes weer beland bij Francisca in de tuin, want wat gebeurde er net? Ja, er kwam heel veel regen. Heel veel regen opeens. We zijn hier heel snel gevaren en nu begint de zon weer door te breken, maar het blijft een beetje, buitjes en zo, want het is gewoon... Het is ook wat kouder. Ja, het koelt af hè, maar wel beter voor mijn slaapkamer. Is die zo heet? Zo, het is zo heet op zolder. Niet te doen. Nou zijn we terug thuis. Mijn kamer is echt niet normaal puinhoop. Maar dit is het jurk dat ik nu draag. Lekker van de Zara. Veel leuke cowboyboots erbij. En dan ga ik lekker uit eten bij Sinja. Francisca gaat ook mee, Boris. Die kon niet. Dus we gaan lekker met z'n drietjes. En daarna gaan we naar de paté. We gaan naar Joyride, naar die film. Dus wel echt een leuk avondje. En daarna gaat Ramon alweer naar huis. Want hij moet morgen op tijd beginnen met werk. En op maandagochtend is dat super druk. Dus. Oké. Wow. Ja,
de warehouse gaan maken of die nieuwe de warehouse gaan maken? Ik weet. You don't understand. Cocaine makes me really horny. It could get really weird. I know you two aren't drug people, and I know you're super scared right now. You're gonna need to decide. Are you gonna step up for your fellow countrywoman? You gonna plug or are you gonna play? No, neither. De film is afgelopen en deze meid die wil weer lekker naar huis. En wat gebeurt het? Wat gebeurt er nu? De autosleutel is leeg. Kan je die ook opladen of zo dan? Nee, je moet gewoon een batterijtje doen. Hi there, my name is Vince from My Mate Vinstock. Let's say if the battery is drained, there is actually a cutout on this bit here. So all you have to do is get your key, open the handle ever so slightly just to take the pressure off here. And then just give it a little turn. And that will just... Ik was al van inbreek zijn, deze worry. Ik heb het een little spin. Oh. Het hoeft niet stuk, hè? Nou. Oké. Okay. Hij is wel open. Je moet even doordrukken. En nu open doen. Nog iets verder denk ik, zo'n klikje. Ik wil hem ook niet stuk maken. Wil jij het eens proberen? Ja, als hij het stuk maakt, minder erg. Ja. Dan ruilen we gewoon. Ja, echt. Van PW naar Mary. Ja, precies. Boeien. Zij hebben ook wel... akkoord mee. Hoe raar. Starten. Hoe start je hem nu? Dit is zo kut! Oh, hier zit zo'n ding waar de sleutel tegenaan kan doen, zoals je herkent. Ja. Oh. Zo'n sensor. Hoe is dat? Wat fijn! Er staat hier zo'n sensor. Oh ja, files hè? Heel Leeuwarden is wakker, schat. Dat die open is. Ja man. Wacht, dat kapje moet wel weer terug op. Hoezo? Waar is die? Die heb ik in mijn tas. Oh, die hou je even eruit een beetje. Ja, die heb je wel zo weer. Dan gaat hij wel elke keer piepen misschien, hè? Ja, nee, ik niet. Zullen we een batterijtje kopen morgen? Nou. Ja. Doei. Gelukkig, anders moet ik helemaal naar huis. Ja. Lopen. Lopen, ja. Doei, schatje. Doei, baby. Love you. Doei. Ramon is weer naar huis. Normaal gesproken rijdt hij wel zo op maandag naar huis. Maar zijn webshop is de laatste tijd zo druk dat hij het gewoon niet meer redt. Als hij zeg maar op maandagochtend naar huis rijdt. Want zeg maar, maandag is het gewoon altijd het aller druk met de webshop. Dat is bij mij ook altijd zo. Omdat je dan zeg maar alle bestellingen hebt van vrijdag tot en met maandagochtend. Dus dat is altijd gewoon extra druk. Dus hij rijdt nu al naar huis. Wat ik natuurlijk super jammer vind. Maar ja, hij staat zeker goed bezig. Dus ik snap hem helemaal. Het is altijd blij, je kunt hem afscheid te nemen. Hij heeft een webshop in Apple Watch bandjes. Bijvoorbeeld dit leuke bandje die ik vandaag om heb. Een beetje koraal kleurtje. De webshop heet 10 Watches. Ik heb echt tyfus veel bandjes. Ik heb echt tering veel bandjes van Monster Side. Want het is echt zo leuk om een beetje te vernieuwen met bandjes. Ik heb ook een kortingscode bij hem op de webshop. Melanie15. Krijg je korting op Apple Watch bandjes. Maar in ieder geval, hij heeft het zo druk de laatste tijd. Het was echt helemaal goed. En ik ben hartstikke trots op hem. En daarom moet hij nu wat eerder naar huis. Wat natuurlijk heel jammer is. Maar aan de ene kant ook hartstikke goed. En voor nu maakt het mij eigenlijk ook niet heel veel uit. Want ik ga dus dinsdagavond alweer naar hem toe. Dus ik heb morgen één dagje alleen. En dan ga ik dinsdag alweer naar hem toe. Echt super snel. Maar hij heeft woensdag en donderdag heeft hij een verrassing voor mij. Voor mijn verjaardag. En hij zegt, het is handig als je dinsdagavond al komt. Dinsdagavond heb ik ook een feestje in Breda met vrienden. Dus ik ga gewoon dinsdag al heen. En dinsdagochtend ga ik eerst mijn moeder extension zetten in Amsterdam. Ik heb natuurlijk al extensions, maar ik ga ze iets langer laten zetten. En als verrassing voor mama ga ik haar ook extensions geven. Superleuk, ze wil het echt al super lang. Dus ik denk, nou, ik geef het haar cadeau. Waar ze echt heel blij mee is. Ik wil het, zeg maar, ik wil het eerst niet vertellen. Maar ik heb het toch wel verteld. Omdat ik toch wel een beetje bang was dat ze het misschien toch niet wilde. Ze zegt wel altijd ik wil het. Maar ja, weet ik veel. Misschien zegt ze toch wel, ik wil het eigenlijk toch niet. Weet je wel. En dan vind ik het een beetje zonde dat ik haar helemaal meeneem naar Amsterdam. En dan is het toch het laatste moment van nee Mel. Dat is eigenlijk een beetje, ik vind het wel mooi, maar het staat mij niet joh. Weet je wel, weet ik veel. Dus ik heb haar wel verteld. Wat gaan we dan doen? Daarna gaan we eventjes inkopen doen bij World Dressing Center denk ik. En daarna rijd ik gewoon lekker door naar Ramon. En dan zet mijn moeder af bij de trein. En dan gaat ze lekker terug met de trein. En dan ben ik dus alweer bij hem. Dus echt alleen morgen. Morgen wel echt een drukke dag. Ik wil morgen de ochtend beginnen met sporten. Ik wil echt mijn sporten oppakken. Want ik voel me gewoon niet heel fit. En dat mis ik heel erg. Ik ga trouwens even pseudocreme aanbrengen. Mijn gezicht is best wel rood. Ik heb dus nu 2 nachtjes geslapen met pseudocreme. En ik zie oprecht verschil. Ik heb echt wel zoveel puistjes. En last van acne. Ik ben binnenkort daar ook naar een huidtherapeut. Maar ik heb Ramon eerst beloofd om gewoon
wat gezonder te gaan eten. En wat meer water te drinken. En ik dacht, ik ga gewoon wat vaker zonnecrème gebruiken. En gewoon kijken hoe dat voor mijn hoofd werkt. En misschien morgen bij de kruis even een nieuw dagcrème kopen. Even een goede. Want mijn dagcrème is op. Even goed kijken wat dus ja, goed is voor mijn huid. En voor ik naar de huidtherapeut ga. Want het kost natuurlijk best wel veel geld. Maar ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe het werkt. Als ik gewoon inderdaad ook echt op mijn voeding ga letten qua... Kijk, het ziet er niet uit. Het is ook super kut met mijn kussens loop. Maar ik zweer het. Ik heb hier 2 dagen weer geslapen. En het werkt echt voor mij. En ik heb hier vroeger ook al een paar keer mee geslapen. Vroeger, een paar jaar geleden, deed ik het heel vaak. En ik weet niet of het echt zo is. Maar mijn huid wordt... Kijk, het wordt normaal gebruikt voor rode babybilletjes. Dus als het een beetje rood is. Dit is dan niet normaal. Ik kan het niet serieus nemen. Normaal gebruik ik het voor babybilletjes. Maar in ieder geval. Ik gebruik het voor mijn gezicht. Voor mijn rode, vlekkerige gezicht. Mooi. Verder niet echt. Ja, misschien hier. Maar nee. Dit was over de vlog. Abonneer mijn kanaal. Like, comment. Ik zie er niet uit. Maar ik hoop dat ik jullie morgen zie bij de volgende dagvlog.